Goedemorgen, dames en heren luisteraars. Welkom tot de nieuwste productie hier op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Dit is het programma Seniorenspiegel. Dit programma zal elke zondagochtend te horen zijn. Vandaag de eerste aflevering en de komende week zondag, dus 20 maart, de herhaling van deze aflevering. Dus aflevering 1. De week daarop, op 27 maart, zondag 27 maart, hoort u de tweede aflevering. En die wordt dus vervolgens ook herhaald de volgende week zondag. Dat wordt op 3 april aanstaande. En zo zullen wij u dus vergasten op de zondag met Seniorenspiegel. Nou, wat houdt Seniorenspiegel precies in? Wij gaan op bezoek bij een seniorenburger of zo'n seniorenburger die komt in de studio bij ons. Het gaat dus om Surinamers die op welke wijze dan ook binnen hun vakgebied een opmerkelijke spoor hebben weten achter te laten. Zoals dat door Sylvana in de promo gezegd wordt. Het kan een gewezen brandweerman zijn of vrouw, een ambtenaar of een leerkracht, politieofficier of militair, een douanier, marktventer of misschien een buschauffeur of een vroedvrouw. Het kan ook een verpleegster zijn of noemt u maar op. Het maakt gewoon niet uit. Als hij of zij maar een goed verhaal te vertellen heeft over het werkverleden of hoogtepunten uit het leven die ze graag willen delen met alle luisteraars hier te landen, in Suriname dus, of die waar dan ook ter wereld meeluisteren via limfmsu.com. Seniorenspiegel is dus een programma waarbij wij onze seniorenburgers aan het woord laten en ze zoveel als mogelijk belichten. Ik ben Clifton Limburg. Nogmaals, welkom erbij. En wij kijken vooral uit naar uw reacties op deze nieuwste productie op Lim FM. De eerste gast die de spits mag afbijten vandaag in Seniorenspiegel is de heer Brunings. De heer Ronald Brunings. Oud-onderwijzer en schoolhoofd. Dit is Seniorenspiegel. Ik ben geboren op 14 mei 1936. Mijn ouders waren George Brunings en Emily Adams. Ik ben opgegroeid, in het begin dus van mijn leven ben ik opgegroeid in de Van Siepensteinlaan. Ja. Daar ben ik 7, 8 jaar gebleven. Daarna, toen ik 8 jaar ongeveer oud was, toen heeft mijn vader me een stevig pak slaag gegeven. Om het eenvoudig feit dat ik, je moest kinderen doen in mijn dimdik doel. Dus dan moet je met een jongsgeborene moest je op een bank zitten tegen de keuken aan en dan in de open lucht. Maar het was vakantie en ik had net vakantie gehad, dus ik sliep door. Hè. Dus toen mijn moeder me kwam halen van, je moet die kleine daar gaan houden, ben ik gegaan, ik ben gaan zitten en ik ben in slaap gevallen. Ja, ja. En toen ben ik gevallen van die bank met dat kind. En dat kind heeft een grote keel opgezet, terwijl mijn vader bezig was zijn fiets te pakken om aan het werk te gaan. Ja. Dus die man heeft niet eens doorgedacht of wat. Hij heeft me een paar flinke klappen gegeven. Ik heb niets gedaan, ik heb niet gehuild, niets. Ik ben naar binnen gegaan, hij is weggegaan. Ik ben naar boven gegaan, ik heb een hemd en een broek genomen. In een papieren tas zo met die twee hangertjes zo. En ik kwam beneden en mijn moeder zei, waar ga je naartoe? Ze zei, naar oma en opa. En zodat, ik grapte. En weg was ik. Van Siepensteinlaan tot naar de Gongaripstraat gelopen. Jongetje van 8 jaar. En daar aangekomen
heb ik aan mijn oma gezegd van dat en dat is er gebeurd. En ik kom ook hier blijven, want de eerstgeborene was mijn broer. Ik was tweede. En mijn broer bleef altijd bij oma en opa. En ik zei dat het geweldig ging. Dus ik ben toen ben ik daar gebleven bij oma en opa. En toen opa van het werk thuis kwam, toen zei hij, wat doe jij hier? En oma riep hem aan de kant en vertelde hem wat er was gebeurd. Hij zei, je wil bij ons komen blijven? Ik zei, ja. Hij zei, oké. Maar het gaat niet zomaar. Je moet terug naar huis om aan je vader door te geven. Dus we zijn toen ook te voet getrokken naar de Van Sippesteinlaan. En daar aangekomen, liep het erf op. Mijn vader zat aan het raam. En ik groet hem en zeg, dag pa. En hij antwoordt me, het is in orde. Toen dacht ik, oh god, dat is klaar. Want als hij je zegt, het is in orde, dan is hij boos. Ze komen binnen en mijn opa gaat naar hem toe en zegt, Sjors, ik heb je altijd gezegd, je moet die jongen niet slaan. Je moet die kinderen niet slaan. Maar deze jongen moet je voorzichtig mee zijn, want hij leert goed. Ja, maar hij is onverantwoordelijk bezig geweest. Je kan toch niet met je zusje daar zitten en dan val je in slaap. Zei mijn opa, maar jongen, met vakantie, die mama gaat dat een beetje doortrekken. Toen zei mijn opa, luister, ik heb die oudste al bij me. Dus ik ga deze ook nemen. En hij zei, tot mijn verbazing, zei hij, ja pa, wel, voordat hij klaar was met ja pa, toen was ik ingepakt, weg. En ik ben daar gebleven tot ik een jaar of 24, 25. Maar waarom wilde je zo graag weg van die ouders? Ik vond het onterecht. Ze waren te streng. Ja. Nou, nee, echt niet geweldig streng, maar ik vond het onterecht. Ik had niets gedaan, anders had ik mijn klappen geaccepteerd. Later ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn vader het meest van mij hield. Dus je kan begrijpen hoe je je voelt als je tot die ontdekking komt. En tot zijn dood zijn we zo met elkaar geweest. Goede vrienden. Goede vrienden. U bent nu 86. Bijna 86. In mei word ik 86. U komt uit een gezin van? 9. 1 is overleden toen, heel jong. Dat kind had ik dus op die bank zitten. Mm-hmm. Heel jong overleden, na ongeveer een paar maanden is overleden toen. Ja, ja, ja. En nu heb ik dus nog, we waren met z'n 5 jongens en 4 meisjes. Dus 1 meisje is overleden en van mijn broers ben ik de enige die over is. Ja. Allemaal zijn overleden. De laatste is een 3-4 jaar geleden. Mijn oudste broer is 3-4 jaar. Nee, mijn derde, die is 3 jaar geleden zo overleden. Hoe blikt u terug op uw jeugdjaren? Wel, ik moet je zeggen dat ik een heel plezierige jeugd heb gehad. Ik heb altijd gehouden van muziek. Zo, daar kunnen we praten. Ik heb altijd gehouden van muziek. En al heel vroeg had ik een sigarendoos, een stok eraan, een stuk draad erop. En dat was mijn gitaar. Ja. Ja. En ik ben daarmee doorgegaan. Maar toen ik op de... Ik kwam van de Klimenschool, zijn Klimenschool in de Kwartaweg. Vandaar kwam ik. En toen ben ik gegaan naar de Paulusschool, de 8-jarige Mulo. Ik was nummer 1 in de klas. En mijn opa had daarom gezegd van die jongen leert goed. En dus ik ben toen op de Paulusschool gekomen. En ik zat in de, toen was het de eerste klas. Want ze kenden geen eerste klas zoals wij het kenden normaal. Je had eerst klasse A, klasse B, dan begon de eerste klas, tweede klas, derde klas. Ja, ja. En zo. En de frater komt binnen, de directeur van de school. Die komt binnen en zegt, jongens, ik heb jongens nodig die belangstelling hebben om in het
koor van de kathedraal te zingen. Ik was de eerste die mijn vinger opstak. Waarom? Ik vond het geweldig om te zingen, om bezig te zijn met muziek, toch? Nou, toen hadden we een soort van auditie. We zijn boven gegaan bij dat orgel. En toen leerde hij vroeg ons om tonen op te pakken. Hè? Dus hij geeft een toon aan op dat orgel en dan moet jij die toon oppakken. En dan geeft hij 2, 3 tonen nog en dan moet je die tonen ook. En ik was de eerste die moest doen. Dus ik doe mijn mond open, die man kijkt me aan. Kun je zich nog herinneren welke tonen? Laat ons die even horen. Nou, mooi. Ik weet het niet meer hoor. Ik weet het niet meer. Maar in elk geval, hij heeft toen alle jongens getest. En heeft aan mij gezegd, jij kan niet in het koor zingen. Eigenlijk ben je een beetje amuzikaal. Zo. Ik ben geschrokken ervan. Maar toen zei hij, maar ik heb iets anders voor je. Jij mag het orgel komen pompen. Dat was een luchtorgel. Dus je moest op iets als een blaasballig trappen. Mm. Het was slaafarbeid, man. Maar ik vond het geweldig, want ik was toch betrokken bij het koor. Nou, toen zijn we de eerste zondag gegaan. Dus de mis begon om 6:00 en je moest al om 5:30 binnen zijn. Boven gekomen, ik ben zo, jongen, ik heb het ding getrapt. Zie je toen ik klaar was? Broeken krossie, ik was helemaal af. De volgende week is de frater weer binnengekomen. Jongens, denken we eraan, vrijdagmiddag gaan we oefenen en zondagmorgen. Ik zeg maar, frater, ik kan niet meedoen. Ik zeg, waarom? Ik zeg, als ik thuis kom, ik moet mijn oma helpen met werk. Maar als ik thuis kom, ben ik dood op. Ik ben niet meer gegaan. Later, toen ik een jaar of 18 was, toen moest ik examen doen voor de 4e rang. En wie was daar? Die frater, diezelfde frater, was examinator. En hij zegt, hey, ben jij, word je straks ook onderwijzer? Ik zeg, ja. Toen zei hij, nou, je kon die dingen doen, je kon tikken. Dus A, B, C's en dat soort dingen. En je kon treffen. Dus je moet in Doremi zingen, toch? Dus treffen. Hij zegt, wat wil jij doen? Ik zeg, oh ja, en je kon ook een instrument bespelen als je had. Ik zeg, liever tikken. Hij zegt, waarom niet meer het gemakkelijkste? Ik zeg, vader, kent u me niet meer? Je weet het toch, die jongen die amuzikaal was. Ik zeg, hoe kon je me dan vragen? Maar intussen speelde ik al op die Hawaïaan gitaar van me. Ik had een groepje met Perl Barends en zo. En die jongens van de groep waar ik studeerde, die hebben toen gezegd, we gaan een bonte avond organiseren. En dat gebeurde in het patronaatsgebouw in de Wulvingstraat. Ik zeg, oké, dan ga jij spelen. En zo. Dus ik ga daar geen rekening houden met dat ik die vraten daar ook kan ontmoeten. Dus ik speel en ik zie helemaal achteruit de zaal, zie ik die frater langzaam aankomen. Hij komt voor me staan, ik zat op het podium, hij komt voor me staan, kijkt me de hele tijd aan. En toen ik klaar was met spelen, toen zei hij, je hebt gejokt, hè? Dat je geen instrument bespeelde en dat je... Ik zeg, maar u heeft mezelf als muzikaal verklaard. Hij zei, maar wat ik daar hoor, ik neem mijn woorden terug. Dus ik heb ontzettend veel aandacht en eigenlijk lol gehad van mijn muziek. En het zit nog in het bloed? Ja man, ik speel nog. Ik zit in een groepje, de Third Edition. Serieus? Ja. Ik speel daar op die Hawaiian gitaar. Ik speel ook op de gitaar. En daarom zie ik dat u uw gitaar ook hebt meegenomen. Ja, dit is een quattro. Is een quattro? Ja, die quattro... Wat is het verschil tussen een gitaar en een quattro? Een gitaar heeft 6 snaren en een quattro heeft 4 snaren. 1, 2, 3, 4. Op die snaren pak je de tonen, toch? Mm. Op het fretboard, dat die lange steel,
Ja. Met die draden erop. Daar pak je die toon op. Maar de quattro is eigenlijk ontstaan voor de gitaar. Ja, ja, als je ja. het ontstaan van de gitaar nagaat, dan zie je dat de sitar eigenlijk de voorvader is, of voormoeder van de gitaar. En die werd gespeeld, werd gebracht naar Spanje door de moslimmensen. De sitar. De sitar. En daar hebben ze, zijn de Gibraltar overgestoken, de straat van Gibraltar, zijn in Spanje gekomen. Ze zijn eigenlijk de Hindustanen, die hebben die sitar meegenomen. Achter de moslim. Want die mensen hadden kastenstelsel in India. En de mensen die ambachten kenden, goudsmeden en dat soort dingen, die mensen zaten in een van de laatste kasten. Dus zij zijn toen, om beter te kunnen doen, zijn ze in woonwagens gaan reizen. Dus overal waar ze komen, dan werken ze voor een tijdje. En als dan die markt al verzadigd is, dan trekken ze door naar een andere. Zo zijn ze getrokken achter de islam. Ja, ja. En die zijn over de kop van Afrika gegaan, straat van Gibraltar overgestoken, zijn in Spanje gekomen. En daar hebben ze, dus die sitar die ze hadden meegenomen, hebben ze daar zitten spelen. Maar volgens de Spanjaarden was het eigenlijk een instrument van de islam. Maar dat was het niet. En de ontwikkeling van die sitar naar gitaar is zo gegaan. De mensen begonnen, je moet nagaan, in 700 zoveel zijn de mensen van de Moren overgestoken naar Spanje. Pas in 1491, een jaar voor Columbus Amerika ontdekte. Ja? Toen zijn ze 7 eeuwen daar gebleven. En dan moet je impact hebben op de cultuur. Want ze hadden het grootste deel van Spanje hadden ze in handen. En toen zijn ze verdreven. Uiteindelijk zijn ze eigenlijk bijna helemaal geëlimineerd. Maar de Spanjaarden die in hun contreien ook woonden, die hebben dus die sitar overgenomen. En ze begonnen te spelen en ze begonnen met één snaar. Een beetje moeilijk om te spelen, maar goed, ze hebben één snaar geprobeerd. Intussen kreeg je een Franse koning, Lodewijk de XIV. En die heeft toen heeft voor een heleboel dingen gezorgd. Een heleboel dingen die je nu ziet komen van de tijd van Lodewijk de XIV. Hij heeft op cultureel gebied heeft hij onder andere bewerkstelligd dat ontstaan is de toon, de zuivere toon, die werd vastgesteld en die werd genoemd de A. Ja, ja. En toen hebben ze in Sorbonne, hebben ze toen de stemvork gemaakt. En op die stemvork hoor je die toon. Zo is die ontwikkeling versneld gegaan en je kreeg toen het gebruik van de gitaar. Dus de mensen speelden op die ene snaar. En ze speelde kamermuziek, de andere. En ze wilde meedoen. Maar het lukte niet. Want de mensen die het voor het zeggen hadden, zeiden, op de eerste plaats is dat ding een islamitisch ding. We moeten hem niet hebben in onze cultuur. Maar langzamerhand hebben ze geaccepteerd. Toen begonnen die mannen op 3 snaren te spelen. En uiteindelijk is het 4 snaren geworden. Uiteindelijk is het 6 snaren geworden. Dus die 4 snaren, die quattro, is door monniken vanuit Spanje overgebracht naar de Amerika's. En na al die jaren is het nog steeds prettig luisteren. Ja, hij is dus het nationaal muziekinstrument van Venezuela.
Oké, okay. Misschien moeten we even luisteren wat hij allemaal teweeg kan brengen. Nou, we zullen proberen. Je ziet het, hij heeft 4 snaren. Ja. Dit is de Venezolaanse quattro. Die Venezolaanse quattro, die wordt gestemd, als je van de muziek enige dingen af weet, A, D, Fis, B. A, A, D, Fis, B. En de Venezolanen zeggen, de Surinamers zeggen, A, windje mooi, A, windje mooi. En dit instrument, dit is geweldig ontwikkeld over de hele wereld. En hij werd gespeeld op stalen snaren. Maar later hebben ze gezegd, Toen hebben ze snaren gemaakt van kattendarm. En die hebben ze ook gebruikt bij het andere instrument, dat ze nu ook bijna als een nationaal instrument beschouwen, dat is de harp. Ja. Dan misschien kunt u ons nog wat laten horen en ja, kunt u ook wat erbij zingen, no? Proberen. Senior Spiegel, let's go. Fij kan dat mi no mooi. Oké, dan gaan we hier spelen. Fij kan dat mi no mooi. Fij kan dat mi no mooi. A tu brom ti me imi Fai kantak mi no faya Fai kantak mi no faya Fai kantak mi no faya Na tu pe pre me kimi Am Chanet a mi mama Olata pebre na mi papa Fai kantak mi no moi, na tu brom ti me kimi. Geweldig. Wat kunt u ons vertellen over dit nummer, Fai kantak mi no moi? Wel, ik heb dit nummer, als heel kleine jongen heb ik dat nummer al gehoord. Het werd meestal bij setdansies gezongen. En het is eigenlijk bijna een soort van... Ja, hoe moet je, het is een klassico voor Suriname, van Suriname. Hoe blikt u terug op uw jeugdjaren? Zijn er momenten waarbij je dus met een smile terugdenkt? Of met weemoed? Ik geloof meer met weemoed. Waarom? Weet je, dat je die dingen niet meer kan doen. Mm. Die je vroeger kon doen. En... de manier waarop de samenleving was ingesteld. Hoe was dat? Je had op de eerste plaats die sociale controle. Dat was heel sterk. Je durfde niet op een groot erf met die zogenaamde prasosos. Kon je niet op het erf gaan en proberen om een van de mensen niet te groeten. Je moest, als er 20 huizen waren, moest je 20 keer zeggen, dag, oma dit, dag, tante, zo. Al waren ze geen familie van je. En waarom was dat goed in die tijd? Het was goed omdat ze zich ook betrokken voelden bij je opvoeding. Het heeft een heleboel jongeren, heeft het eigenlijk, het heeft doen voorkomen dat deze mensen zijn gaan afglijden naar de... Is dat zo belangrijk geweest? Ja, ja. Zou je naar school gaan en een tjuri maken voor juf? Dan moet je thuis komen, dan komt de juf thuis bij je en komt het vertellen. Dat heeft hij gedaan en dan krijg je, als je 2 klappen van juf hebt gehad, dan krijg je 4 van je moeder of van je vader. Er werd vredelijk streng opgelet. 1 ding wat me niet beviel toen, was dat men je verbood... om Surinaams te praten, Sranantongo. Er werd op neergekeken. En ik heb ook in mijn verdere studies later heb ik veel aandacht besteed daaraan.
Het is een taal die wij hebben gemaakt. Veel mensen denken dat die taal komt uit het groeten is uit het Spaans. Nee, het is niet uit het Spaans. Het is uit het Portugees gekomen. Dus Portugees met Afrikaans, een beetje Engels en dan ook nog een beetje Nederlands erbij. Surinaamse lingua franca. Ja. En ik weet het nog hoor. Als je bijvoorbeeld zou gaan kijken naar zo'n prasosso dansje, zou je durven om te gaan kijken. Wat was een prasosso dansje? Dus dat waren met die bigipoku toch? Dus die bigipoku ging er hierom dat er een grote drum was. Die grote drum. En dan werd er op een beetje banale manier gedanst en gefeest. En dat wilden de mensen niet, dat mocht je niet. Als kind mocht je dat niet meemaken. Mocht je niet, nee. Je moest respect hebben voor je ouders. Je moest respect hebben voor je buurman. Zou je durven om een kind te zeggen van... Masgwe, in Makonja. Bij mij thuis was het... Je kreeg direct een pak. Want je mocht niet zo optreden tegen kinderen. En dat heeft gemaakt dat ik heb zelf... Ik heb erg veel, hoe zal ik het zeggen, ik ben een beetje vervelend behandeld op school. Dus toen ik op de Pauluschool kwam, toen was ik erg, weet je bent een beetje angstig. Je komt in een nieuwe omgeving, 8 jaar oud. Alle jongens komen op school met zijn rolstokje en dat soort dingen. Dus je voelt je een beetje minderwaardig. Ik kreeg les van een onderwijzer, meneer Van Philips. En die gegeven moment heeft hij me gezegd, jij moet dat stukje voorlezen. En ik begon heel zachtjes te lezen. Hij zei, wat gebeurt er met je? Jongen, lees een beetje luider. Ik dacht, oké, je wilt luider hebben. Dus ik heb het uitgegeeld, dat hele ding. En toen zei ik, zie je, je hebt toch een stem? Toen wij op de lagere school, op de klimaatschool... kreeg je een leesplank en een leesbord. Dat was met apen, roos, mees, ja, dat soort dingen. Dan moest je dus aanwijzen, dan stond de naam van die afbeelding stond eronder. En soms werd die omgekeerd gezet, dat je niet kon lezen. Dan moest jij zeggen wat daar stond. Heeft de opvoeding van u ertoe bijgedragen dat u vandaag de dag de man... bent wie u bent? Ja. Ja. Ik heb in het begin, zoals ik je zei, mijn vader kwalijk genomen toen. Maar toen ik tot de ontdekking kwam, hoe? Mijn vader had 9 kinderen. Als een big een beetje hoger toch. Ik heb met een goede vriend van me, Walter Zalmijn, heb ik gesproken een keer daarover. En hij... Ik vertelde hem, als ik bij mijn vader kwam, mijn vader was meubelmaker. Eerst werkte hij op openbare werken, daarna is zijn eigen zaak begonnen thuis. Als ik daar kwam, toen was ik dus al weg van huis. En ik werd verplicht, elke vakantie moest ik minstens de helft van de vakantie doorbrengen bij mijn ouders. En ik hield van knutselen. Dan kwam ik daar en dan zegt hij, wat moet je hebben? Ik zeg, ik ga dit doen. Hij zei, nee, schrijf op. Ik zal het voor je doen. Dan deed hij het voor me. Ik dacht, oh, deze man. Hoe kan die man elke keer wegsturen? Ik hou van dat ding. Ik hou van hout. Toen zei Salmijn me, mi pa ook toe ben de man. En hij heeft hetzelfde met me uitgehaald. Hij zegt, maar... De kelbe pina. En die mannen wilden niet dat je... Hij zei, heb je ooit een rijke meubelmaker gekend? Ik zei, tak wan sandape, jongen. Die man zegt, de mannen bij one make it going as if pinaf ding. En dat heb ik altijd onthouden. Het is zo dat je kijkt als kind, kijk je op tegen je ouders. Huh? Dat hoort zo te zijn. Het hoort zo te zijn. En... Als je dan merkt dat je ouders
alles voor je doen, moet je het dan waarderen. Je moet het waarderen. En ik heb het ook als zodanig gehad, bij mijn opa thuis, was ik de enige, want we waren met een heleboel kinderen bij mijn opa thuis hoor. Familie van zijn vrouw en zo. En ik was de enige die met mijn opa urenlang kon zitten en hij vertelde allerlei verhalen, want die man was erg intelligent. Hij is met de meubelkundige dienst hier begonnen in Suriname, samen met een Hollander, ingenieur Scholz. Ik heb later ook daar gewerkt. Waar heeft Ronald Brunings allemaal gewerkt? Mijn eerste baan... Je bent meer een onderwijsman, hè? Ja. Ik ben begonnen als assistent in het petrochemisch lab van de mijnbouwkundige dienst. Omdat mijn opa daar had gewerkt, hij was begonnen ermee. Zijn zoon is later baas geworden van het lab. Uw vader dus? Nee, uw oom. De zoon, mijn oom. Dus okay. Van mijn moeders kant. Ja, ja. En ik zat op de Polenschool. Wat ik nu ga vertellen is, elke keer als ik het vertel, dan krijg ik een beetje... Emotie. Maar uiteindelijk zeg ik erbij, gelukkig dat is gebeurd. Niets gebeurt zomaar. Echt waar, niets gebeurt zomaar. Vertel het met een quattro als ik begeleiding. Ik was op die school. En ik was eerste van die klas. Mm-hmm. Ik was de man die aan de lippen hing van de leraar natuurkunde. En op een gegeven moment kom ik daar in die klas. Dan moet ik erbij vertellen. Mijn opa was net overleden. En ik kom daar en we konden geen boekenhuur betalen. Boekenhuur was 10 gulden per maand. We konden het niet betalen, dus ik was achter met boekenhuur. Het gevolg ervan was dat ik een beetje persona non grata werd. Je kwam in het natuurkundelokaal en in dat natuurkundelokaal, dat was van de frater zelf. Toen hij in het klooster ging, heeft hij dat van zijn ouders gehad. En hij zorgde zelf voor een natuurkundelokaal. Je mocht niet op een andere plaats gaan zitten, als wat je was toegestaan. En als je binnenkwam, dan ging je alfabetische volgorde in de rij naar binnen. Ik kom eraan op een morgen. Mijn naam begint met B. Dus ik was nummer 1 van die klas. Je staat te wachten op je beurt. De vorige groep gaat naar buiten. Frater begeleidt ze naar buiten. Staat bij die deur en zegt, en nu? In volgorde naar je zitplaats gegaan. En ik kom binnen. En voor ik ga zitten, kijk ik en ik zie een grote kras op de lessenaar. Dat moet zijn geweest van de jongen die voor me was. En ik zeg, frater, komt u kijken. Ik ben met hout opgevoed. Huh? Dit is ook een geval hiervan hoor. Hout met hout ben ik opgevoed. En toen zei hij, kan niet. Dit was er zo net niet. Toen de jongens naar buiten gingen, heb ik zelf de zaak gecontroleerd en die kras was er niet. Dus jij hebt het gedaan. Ik zeg, frater, hoe kan ik zoiets hebben gedaan? Mijn vader is meubelmaker. Ik weet wat hout betekent. Ik weet wat je kan doen als je zo een kras maakt op dat hout. Hij zegt, je mag meer vertellen. Vanaf nu mag je niet meer zitten op die bank.
Je moet helemaal naar achteren. Amfitheater was dat natuurkunde lokaal. En ik moest zitten naast het geraamte. Mijn gunst, ik kom uit een berpepassie van Sipestel, een berpepassie. Hij eindigt alleen op begraafplaatsen. Dus ga ik bang zijn van een skelet? Want het skelet stond daar. Het was gewoon onder een stukje plastic of onder een doek was er over. Dus als ik daar ging zitten, dan sprak ik tot dat skelet. Ik zeg, hey, ik ben er weer hoor, en dat soort dingen. En ik mocht de proeven niet volgen voor. En dat vond ik het ergst. Ik heb toen niets gezegd. Ik ben naar mijn oom, naar thuis, want ik bleef toen bij die oom. Mijn opa was overleden, oma was er nog. En ik heb hem uitgelegd wat is gebeurd. Hij zegt, my boy, dan kom je bij mij. Het was aan de Sommersdijkse kreek daar, waar R.O. kantoor is. Dat was het lab van dingen. En dan moest ik van de Paulusschool uit. De school eindigde om 1:30. En dan moest je rennen naar... Dan kreeg ik les. Oh, ik kreeg ook scheikunde toen. Dan kreeg ik scheikunde en natuurkunde van mijn oom. Ik mocht dus geen proeven volgen. De repetitie wordt gemaakt. Ik zit helemaal achter alleen. Alle anderen zitten verspreid. Ik met mijn geraamte erbij. En toen kwam de uitslag. In die tijd was het zo dat je niet het gemiddelde van het jaar kreeg als eindcijfer. Om over te gaan. Je had maar één kwartaalcijfer. De derde kwartaalcijfer. Dat was het cijfer om over te gaan. En die man komt binnen en hij zegt, die verrader. En hij zegt, jongens, er is slecht gewerkt. Er is slecht gewerkt, er is slecht gewerkt. Bijna niemand heeft meer dan 5 punten. En hij zegt, nee, ik vergis me. Iemand hier heeft 10. En als ik jullie zeg wie het is, dan zullen jullie me toch zelf zeggen. Dat komt alleen door spieken. Hij pakt mijn blaadje, scheurt het doormidden en ik kreeg 1 punt. De ene punt heeft gemaakt, ik ben blijven zitten. Ik weet, ik had een Hollandse jongen zat naast me in de normale klas. Het was een zoon van ingenieur Wiegerink. Die heeft daar Leonsberg helemaal ontworpen, heeft daar gewoond ook. De jongen heeft gehuild als een klein kind. Dus toen de uitslag zouden krijgen, is die ene frater die me had gezegd dat ik amuzikaal was, was toen ex-directeur. Hij gaf nog les. Is hij bij me gekomen, heeft hij me gezegd, luister, er gaat vandaag iets ernstigs gebeuren. Maar ik vraag je, je moet niet boos worden. Ga niet reageren erop. Ik ga er werk van maken. Toen zei die onderwijzer, er is 1 jongen, blijven zitten. En dat was ik. En ik had intussen, was er een boek van me gestolen. En dat boek was mijn boek. En ik heb aan de frater toen gezegd, dat boek, dat is het boek dat ik heb gebruikt. Hoe weet je dat? Ik zeg, doet u die kaf open? Ik had op de rug van de kaf aan de binnenkant had ik mijn naam geschreven. Weet je wat die mama zegt? Iedereen kan zijn naam in een boek schrijven. En ik moest betalen. Betalen voor dat boek. Terwijl we bijna niet... We hadden bijna geen geld thuis. Mijn oma kreeg 32,50 onderstand van mijn opa. En dan zaten we met zoveel kinderen daar. Toen ben ik opgestaan. Want dat betekent dat je ook geen... Als je een boek niet hebt betaald, als je een schuld hebt, dan krijg je ook geen rapport. Dus ik ben opgestaan en de frater zet zijn hand op mijn arm, rustig. En zegt, frater, haalt u uw hand weg hoor.
Hij heeft het gedaan. Ik ben toen gewoon doorgelopen. De onderwijzer zei, nee, de school is nog niet uit. Je kan... Ik zeg, ik ben niet meer hier op school. Ik ben toen naar mijn moeder gegaan. We zijn samen naar het ministerie van Onderwijs gegaan. En wie was daar? Meneer Ferrier. Johan Ferrier was directeur. Hij was toen nog geen directeur. En die zegt me, boy, maar wat moeten we voor je doen met wie je hebben? Ik zeg, mag ik naar een andere school gaan? Hij zegt, dat kan ik niet. Want we hebben net een afspraak gemaakt dat de leerlingen die worden afgeschreven van de school niet mogen gaan naar een andere school. Je mag ze niet nemen. Die jong leerlingen moeten terug naar hun eigen school. Ik zeg, meneer, als ik dat doe, weet je wat u van me maakt? U maakt van mij een crimineel. Want ik ga niets pikken. Toen ben ik van school gegaan. Ik ben naar mijn oom gegaan. En toen heb ik die job daar gekregen. Want ik was de enige die scheikunde had gehad op school. Ik brilleerde daar. En toen is die OE, hebben we opdracht gekregen. Het was verboden voor wie dan ook. Behalve dus voor mijn oom, de Hollander die baas was, als ingenieur van Koten. Niemand mocht in de kamer, die ene kamer gaan, waar de hoogoven stond. Ik was belast met de hoogoven. Ik maakte alle proeven, ik deed mijn voorbereidingen en ging mineralen uitzoeken. Je moest hem in het ding stoppen, wat een levensgevaarlijk ding was. Want je had in je armen, had je dan twee grote tangen. Een grote tang, net als een, weet waarmee die mannen worst en zo uit dat ding halen, toch? Zo, lijkt op een schaar. En die elektroden, die stonden zo naar je te kijken. Helemaal blank, zo heet waren ze. Zeker meer dan 1000 graden Celsius. En dan moest je daarin gaan. Met asbest helemaal om je. Je armen helemaal in asbest. Zo moest je in kleine potjes ongeveer zo'n 5, 6 centimeter doorsnee. Daarin zaten het proefmateriaal en dat moest je dan schuiven en dat ding. Je kon doodgaan. Dus we waren vredelijk strenger mee. Niemand anders mocht daar gaan. En ik zat me proeven voor te bereiden op een morgen. En dan komt de jongen van de administratie boven, die komt daar en zegt, waar is je oom? Maar voor zover ik wist toen, was mijn oom in die kamer. Dus ik maak zo voor hem daar. Ik ging door met werken, want je moest erg secuur bezig zijn. En plotseling hoor ik, wat doe jij hier? De directeur. Die man staat in die deur, ik kijk om. Ik zeg, mijn gunst, ik zie die jongen uit die kamer komen. Mijn oom was niet daar, mijn oom was boven. Toen zei hij, ja, Brunings heeft me gestuurd. Hij zegt, nee, jullie mogen daar niet komen. Ga maar weg, ga maar weg. Toen heeft hij zich omgekeerd, heeft hij me gezegd. En als jij één keer deze grap uithaalt, dan trap ik je eruit. Heb je het begrepen? En toen ging de man, toch. Ik keerde me om, ik zeg, als jij je been even opheft, schop ik je dwars door deze ruiten in de Sommelsdijkse Kriek. Hij is naar boven gerend, hij heeft mijn oom gesproken. Mijn oom is gewoon, wat heb je gedaan, worm? Heb je dat gedaan? Ik zeg, oom, als je wil, kan je je laten schoppen door die man. Maar ik laat me niet schoppen door niemand. Zelfs een dier mag je niet schoppen. Nou, toen zei hij, nou ja, je bent geweldig geweest. Hè? Je hebt een geweldige daad gepleegd. Weet je waarom hij dat zei?
Ik had een beurs gekregen om petrochemie in Holland te gaan studeren. En die beurs was al zover dat alleen dingen als paspoort nog moesten worden geregeld. Die man is naar boven gegaan, hij heeft alles verscheurd. Toen dacht ik, hé, hier is geen plaats meer voor mij. Ik ontmoette een vriend van me en die zei me, hé, je hebt een federancursus, jongen. Ik zei, hé, wacht even, hoe gaat het? Hij zei, je kan komen. Toen ben ik gegaan op een vierde rangscursus. En dat was het begin van je onderwijscarrière? Zo ben ik in het onderwijs gegaan. Dus in plaats van met stenen te werken, werkte ik nu met kinderen, met mensen. Wat gaan we nu bespelen? Pintor, nacido en mi tierra. Con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, pintor, si pintas con amor, ¿por qué? Desprecia su color, porque los nuevos negros también van en el cielo. Siento cuando teme los cuadros, olvida de pintar un angelito. Porque estos angelitos negros también quiere ir al cielo, pintor. Si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que del cielo también los quiere Dios. Geweldig. Ronald Brunings is een onderwijsman, je hebt het uitgelegd. En toen begon hij met kinderen te werken. Ja, ik begon met kinderen te werken. Welk werk heeft die Ronald Brunings verzet voor het onderwijs? Wat eigenlijk misschien ondersneeuwd is gebleven. Ik ben geweest op de Juana school, mijn eerste school. Toen verhuisde ik, ik werd overgebracht naar de Van Sippensteinschool, die op hetzelfde erf was. Terwijl ik daar was, moest ik gaan naar de Hendrikschool. Ik moest daar een heleboel vakken geven, volledig rooster. Ik heb gymnastiek gegeven, ik heb Nederlands gegeven, ik heb Engels gegeven, ik heb natuurkunde gegeven, tekenen. En toen vond ik het welletjes. Dus ik ging naar de toenmalige directeur, was meneer Seilbing. Ik zeg, meneer Seilbing, ik wil weg van die school. En welk jaar was dat? Dat was 1962. Wow. 1962. En toen zei hij, waarom? Waarom wil je weg? Wat wil je gaan doen? Ik zei, ik wil schoolhoofd worden. Hij zei, ik wil schoolhoofd worden. En hij pakt zijn telefoon en hij belt op naar meneer Van der Kuip, die was hoofdinspecteur. Heb je dat gehoord? Die jonge man die je hiervan hebt gestuurd, die man wil niet meer blijven. Die man wil een schoolhoofd worden. Want ik heb hem gezegd, ik zei, ik wil geen jongste bediende meer zijn. Vakken die de andere mensen niet lusten, die moest ik geven. Voorbereiding was een hell of a job. Want je moet je voorbereiden voor tekenen, je moet voorbereiden voor gymnastiek, je moet voorbereiden voor natuurkunde en dat soort dingen. Maar goed, toen heeft hij gezegd,
oké, hij krijgt een school van ons. En toen ben ik geplaatst op de Vlu-school. Aan de Vlu-straat. Ik was de tweede, het tweede schoolhoofd vandaan. Ik ben daar gaan aantreffen, een school van blote voeters. Ze waren afkomstig, de grootste die was van de Emma-school afkomstig. Dat was dus, je weet waar de Vlu-straat is, tot aan de Emma-school en de Oranje-school kwamen kinderen bij mij. Van achter daar naartoe. En toen hebben ze die kinderen overgeschreven naar die school. En ik kwam eraan en ik had een paar jeugdige, heel erg goede onderwijzers. En ook oudere dames. En toen heb ik met ze afgesproken. Ik zeg, kijk, dat gedoe hier van blootvoets komen, ongebaat en dat soort dingen, dat gaan we niet meer toestaan. Nou, wij moeten ervoor zorgen dat er iets gebeurt. Ik zeg, op de eerste plaats gaan we de volgende week allemaal piekfijn gekleed naar school komen. Want die kinderen komen ongebaat en dat soort dingen. Nou, toen heb ik op die vrijdag, heb ik die leerlingen bij de vlaggenparade, heb ik toen gezegd, hoe vinden jullie die onderwijzers en onderwijzers? Mooi meneer! Ik zeg, jullie kunnen ook zo worden. Maar je moet je baden. Baden is geen schande. Maar je wordt schoon. Ik zeg hem. Maar waarom deden ze dat dan niet? Arme mensen, man. Die mensen hadden... Ik heb een situatie daarmee gemaakt. Waar de kinderen sliepen op een vloer van klei. Met een bed van klei en een kussen van klei. Het werd zo geregeld op die plaats. Het was die Goeiabateng, no? Ja, het was een vreselijke tijd. En de meeste van de kinderen, hun ouders, die hosselden op de markt en zo. Dus ik heb ze gezegd, ik zeg, jongen, luister, als jullie niet baden, ze gaan je problemen met me krijgen. Ik zeg, de eerste die ik dan vanaf vandaag hier aantref, ongebaat, ga ik zelf baden. Huh? Die kinderen, ik zei, ja, doe ik zelf. Maandagmorgen komt de onderwijzeres bij me en ze zei, die kleine jongen is niet gebaat. Ze zegt, breng hem voor me. Ik heb hem daar onder die kraan zelf gebaat met fap. Wat fap is, toch? Poedersweep. Hij is zo schoon geworden dat hij zelf niet wist dat hij die kleur had. Toen heb ik aan mijn leerkrachten gezegd. Ik zeg, wij moeten gaan. We moeten iets eraan doen. Ik heb contact gemaakt met de Coca-Cola fabriek. Die was pas begonnen daar op de eerste rijweg. Dus Kennekamp, waar ze nu zijn. En toen heb ik ze gevraagd. Ik zeg, jullie hebben cola-coolers op scholen. En dat geld wordt toch gebruikt voor die scholen? Toen zei ze, ja. Nou, toen heb ik die... Heb ik direct gevraagd of ik een cola cooler kon krijgen. Ik kreeg één die ik, voor ik van school ging, moest ik die stekker eruit halen. Want anders wordt alles ijs. En met dat geld heb ik met een goede jeugdvriend van me, Armand Sahadeusing, die grote voetballer die we hadden, heb ik afgesproken, hij werkt bij sociale zaken. Ik zeg, luister, met de kamoni voor scoren, dan gaan we dingen kopen. Pakketten voor die mensen klaarmaken. En jij moet gaan om onderzoek te plegen van welke mensen we kunnen, voor welke mensen we kunnen sturen. Dat heeft hij gedaan. Dus de mensen dachten al die tijd dat ze van sociale zaken die pakketten kregen. Maar ze waren van ons. Toen ik van school ging, heb ik niet de gelegenheid. Toen ben ik verhuisd naar Wageningen. Want een kindje van me is overleden en het kind was begraven in de katholieke begraafplaats en ik woonde aan de Prinsessenstraat. Dus de vrouw zag dat graf van dat kind. Heb ik gezegd, ah, dit kan ik je niet aandoen. Toen zijn we verhuisd naar Wageningen. Een kind van uzelf? Ja, ja. Hmm. Dus een meisje was het. Ik heb totaal 4 kinderen gehad.
drie meisjes en één zoon. En van die drie meisjes zijn twee overleden. Ik heb nu dus over een zoon en een dochter. Die zoon van me zit bij Vitalo. Hij is directeur van Vitalo. En mijn dochter, de jongste, die is lerares Spaans in Nieuw-Nigeria. Ze hebben van de vader genomen. En toen bent u dus om die confrontatie elke keer op die vrouw eigenlijk ook in bescherming te nemen, ja, naar Wageningen, ja, gaan. Ja. En toen ik daar kwam, toen was voorbereid voor me, dat is een afspraak die is gemaakt tussen de Stichting Marginale Landbouw en het ministerie van Onderwijs, dat ik daar naartoe mocht komen, want ze hadden voor me gepland om naar Mungo te gaan. Ik weet niet naar Mungo. Welk jaar was u in Wageningen? Ik ben in 1964 daar gegaan. En ik ben er gebleven tot 1986. En in die periode heb ik dus... Het was een gesloten gemeenschap. Echt gesloten. Je had bijna geen contact met de buitenwereld. En nee, toen hebben we in Wageningen... Toen ben ik geworden... Dus ik was voorbestemd te worden hoofd van het onderwijs. Dus alle onderwijs onder me vallen. Maar er was een Hollander voor mij. Waarop ik heel erg goed ben geworden. Ik heb veel steun van hem gehad. En hij heeft me eigenlijk ingeleid in die hele gemeenschap. Hoor. Maar ook de leerkrachten die al daar waren. Surinamers. En toen ben ik begonnen met... Ik gaf op school les met mijn quattro. Want ik gaf daar Spaans. Huh? Met mijn quattro speelde ik. We hadden een middag mulo daar. Dus dezelfde leraar van de lagere school gaf 's middags les aan de mulo school. En we hebben nooit minder dan 100% geslaagd gehad. Ook voor de lagere school. En toen men merkte dat ik muziek kon spelen... Toen hebben een onderwijzer en een paar andere mensen hebben me gevraagd van, waarom maken we geen groepje? En dat groepje zijn we begonnen toen met als bassist meneer Lakin, de vader van Winston en Shirley en zo. Hij was bassist, een geweldige bassist, op een echte Oruteng contrabas. Ik speelde op mijn Hawaiian gitaar. En je had een zanger, een verschillende zangers, maar die ene, dat was een zekere Kirton. Maar die man zong geweldig, geweldig. En de groep heeft zich opgetrokken aan hem. Hè? Toen hebben we een bonte avond georganiseerd. En daar zijn we voor het eerst echt gaan optreden. Nou, toen kregen we... Verjaarsopré, 35 Goloanetti en dat soort dingen. En we moesten toen spelen voor de Raad van Commissarissen. Dat bestond toen uit Surinamers en Nederlanders. Die kwamen daar hun jaar een vergadering houden. En dan moesten we, wat in een receptie, en wij moesten tijdens de receptie, moesten we achtergrondmuziek spelen. Dat hebben we gedaan. Toen kwam een van de, dat was de secretaris, die kwam naar me toe, een Hollander, en zegt, spelen jullie geen dansmuziek? Ik zeg, we hebben de opdracht gekregen om achtergrondmuziek te spelen. Maar wilt u echt dansmuziek hebben? Ja, ik zeg, jongens, we gaan dansmuziek spelen. Hebben we gespeeld, die mannen hebben gefeest tot 3 uur in de nacht. Vanaf toen waren we eigenlijk een beetje... We behoorden bij de company. Als we buiten Wageningen gingen om in Nieuw-Nigeria bijvoorbeeld te spelen, dan moesten we eerst contact maken met de directie van Wageningen. Maar hoe kon je dat combineren met, met het schoolhoofd zijn? Gewoon. Ik had eigenlijk drie scholen onder me. De kleuterschool, was een grote kleuterschool. Dan had je de lagere school. En dan had je de Mulo-school. Het ging wel. Ik ben nooit bang geweest om te werken.
Uitdagingen ging ik niet uit de weg. En we hebben daar een school gemaakt, echt waar. Van overal kwamen mensen kijken wat we deden. En uiteindelijk, toen er een beetje woelingen kwamen in Wageningen, toen de school moest worden overgedragen aan de overheid, toen heeft de directie me gevraagd, wil jij niet blijven bij de Stichting Marginale Landbouw? U zegt letter aan welke functie. En toen werd ik hoofd van een personeel in algemene zaken. Ik werd weggestuurd naar Nederland voor een snelle cursus voor HMR. En, en verder ben ik toen de man die daar voor me was, hij was onderdirecteur op personeelszaken en zo, die is weggegaan van daar. Dat was meneer Desi Leon Kong. En ik heb van hem overgenomen. Toen werd ik dus onderdirecteur bij de Stichting Machinaal Landbouw. En toen kwamen er problemen met werknemers. Daar zat de politiek in. En toen heb ik gezegd, jongens, ik ben weg. Want toen de tijd was er voor tijd. En de man die de president-commissaris was Badrissin Sital. En die komt daar en we werkten samen. Ik heb altijd gezegd, van deze man heb ik één ding onthouden. Eerlijk. Hij zegt, gewoon voor je raap zegt hij wat hij van je denkt. En hij had een hekel aan mensen die niet wilden werken. Sital. Ja. En toen heb ik hem gezegd, ik zeg, meneer Sital, ik ga weg van hier. Want men had mij en een paar andere mensen beschuldigd van dat wij hadden brand hadden gestoken in die dieselcentrale. Of hadden mensen aangezet om brand te... Ik lag te slapen thuis en plotseling belt de secretaresse me op. Meneer, u slaapt. Ik zei, ja, wat is er gebeurd? Hoort u nu dat die dieselcentrale in brand staat? Zo in mijn slaapkleuren ben ik er naartoe gegaan. En toen vond ik het raar, want een heleboel mensen keken me een beetje schuin aan. Want toen werd het gerucht verspreid. Ik was een van de mensen die had aangezet om die brand te doen. En toen vond ik, hier blijf ik niet. Dus ik heb hem gezegd, hij zei, maar wat wil je worden dan? Ik zei, ik ga terug naar het onderwijs. Hij zei, nee man. Wat zou je denken van, toen zei ik hem, als ik een functie kan krijgen bij ambassades, met mijn Spaans, kan ik naar een ambassade gaan waar Spaans wordt gesproken. Want ik had intussen, had ik mijn MOB Spaans gemaakt. En toen zei hij, no go, ga niet daar, wacht even. Je hebt gezegd, je wil bij het onderwijs gaan. Ja. Toen zei hij, oké, ik kom de volgende week terug. En dan ga ik je spreken hierover. Hij komt terug en hij zegt me, hij heeft met de leiding van het land gesproken. En hij heeft, wat blijkt, de bevelhebber had in Nieuw-Nikeri, had hij daar toegezegd dat er een middelbare school zou komen. En die middelbare school, dus er was toegezegd, en ik had de bevoegdheid om het te doen. Dus ik heb me gevraagd of ik die zaak niet wil opzetten en de eerste directeur worden. En dat heb ik gedaan, 86 tot 97. Het is dus een heleboel geweest. Ik moet dit zeggen, van mijn studenten in Wageningen, want die heb ik altijd dit uitgelegd. Ik zeg, wij zijn stedelingen, we zijn hier gekomen, Konjepuno. Maar dat jullie zelf de zaak moeten overnemen, heb je het gehoord. En tot mijn grote voldoening is later, is een van mijn leerlingen van toen, is directeur daar geworden. Andere leerlingen van me zijn rechter geworden. Eén is Winston Lakin, was minister. En zo. Dus het is gegaan, ik ben toch volledig tevreden. Wie is rechter geworden?
Een chatterpaal, volgens mij. Oké. Een chatterpaal, maar die was in Nikeri. In Nikeri, ja. En van Nikeri uit, anders zijn artsen geworden en zo. Ik weet, ik heb een meisje, heb ik toegezegd. Ik zeg, jij, je moet verder studeren. En toen is ze gegaan naar Nederland. We hebben met veel moeite een beurs kunnen krijgen voor dat kind. En het kind komt daar aan en komt op de universiteit. Ze wilde voor arts, of ze enkel wilde tot specialist worden. En dat is ze ook geworden, want bij de eerste keer dat ze een cijfer kregen, toen zei die prof aan, en ze is nog te laat gaan op de koop toe, zei die prof aan haar, van welke planeet ben jij? Toen zei ze, ik ben, zeggen, steenbok. Nee. Mensen zoals jij, ik bedoel niet dat hoor, maar mensen zoals jij, zijn mensen die van een andere planeet komen. Dat kind was ongeveer een 3 maanden, steeds het tweede semester is ze daar gegaan. Ja? En in het einde van het tweede semester was assistent van de prof. Intelligent. Intelligent tot en met. Wie is dat? Dat is een zekere Doekie. Niet van Doekie die in de politie, zijn broer. En dat kind heeft het verschrikkelijk goed gedaan. En weet je wat die mensen in Holland hebben geprobeerd? Om er te zeggen van... Ga niet terug naar Suriname. Ga niet terug. We gaan je masters alles laten doen in Amerika. En ze heeft geweigerd. Dus ze is chirurg geworden. Plus was ze iets van röntgen of zo had ze gedaan. Let me hear something. Tot slot. Insimi de mino jere dati Anton ler dansi na bacca gadri Sensi vi devino iere dati Anton ler dansi na bacca gadri Anton, Anton mi boy Tru tru you dansi fu tru anno moi E fu you senza visa you mudu Sandine come qui leri you Anton mi boy, Anton mi boy, Anton mi boy. Bent u tevreden met wat u allemaal bereikt hebt in het leven? Ja, ik heb... U bent nu 86. Eén aspect heb ik nog niet met je besproken. Ik ben ook overgegaan tot het bouwen van instrumenten. Oh, muziekinstrumenten. Die quattro heb ik gespeeld, heb ik zelf gemaakt. Deze quattro? Ja. En als je daarachter kijkt, dan zie je, wat staat daar? Laat me hem even zien. Kom naar Brokassaniere. In elk geval is hij van hout, hè? Ja, Surinaams hout. Van compleet Surinaams. Oh ja, ik zie een sticker met uw naam erop. Ja. Brunings. Ja. In welk jaar is dit gemaakt? Het staat erin. In die kast. Oh, in die kast zelf, no? 2002, april 2002. Ja. Oké, hoeveel tijd stopt u erin om zoiets te maken? Nou, als je alle materiaal hebt, dan ben je binnen een 3-4 weken klaar. Ja, maar tegenwoordig is het geen goedkope zaak, want hoe doet Iri? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb gelukkig iemand, even zaagmolen, en die helpt me aan hout. En u maakt nog steeds? Ik maak nog steeds en ik heb ook mensen opgeleid om te maken. Ik ben nu bezig met een groep. Okay. Die maken dus, die hebben eerst quattro's leren maken en toen gitaar leren maken en daarmee zijn we nu bezig. En een heel bijzonder ding bij dit alles van gitaarbouw en zo. Ik heb in Venezuela gestudeerd. Daar heb ik de quattro leren waarderen. En toen ik werd benaderd door de ambassadrice van Venezuela om een quattro te maken voor de president van Venezuela, Maduro. Zo. Die zou hier in Suriname komen,
Ze wilden dus de gemeenschap hier, vrienden van Venezuela en de Venezolanen zelf, wilden dus zo'n instrument aan hem cadeau maken. Ik zei, oké, ik doe het. Toen hebben ze gezegd, we gaan helemaal akkoord met wat u wil maken daarvan. Toen heb ik gemaakt een quattro met hier op dit gedeelte boven dat gat de vlag van Suriname en de vlag van Venezuela. We verschillen alleen in de kleur blauw, wat zij hebben en we hebben groen. Groen. En dan hier over de lengte, die kleuren door elkaar gezet. Tot boven. En hierboven stonden toen de wapens. Ja, ja, van de landen. Van de twee landen. Ja, ja. En dat is aangeboden aan president Maduro. En weet je wanneer het is gebeurd? Op dezelfde dag toen er bericht kwam dat de zoon van president Bouterse toen was aangehouden. Diezelfde avond, waardoor we niet op de, zoals we hadden gedacht, dat die konden overhandigen aan de president van Venezuela. Dus ik ben toen gebeld door de ambassadrice, die heeft gezegd, weet je wat, ik zal het overhandigen namens jullie. En toen heeft ze het gedaan en ze heeft me gerapporteerd later. Zeg. Ik heb nog nooit iemand zo blij gezien als Maduro. Want wat bleek, Maduro was zelf ook muzikant hoor. Hij speelde in de band, was drummer. En toen hij dat ding zag, toen heeft hij gezegd, hè, is voor mij? Toen zei ze, ja, is voor jou. En het is gemaakt door een Surinamer die in Venezuela heeft gestudeerd. Hij heeft het gepakt, hij heeft gespeeld erop en hij heeft het toen een kusje gegeven. Meneer Brunings, mag ik u bedanken. Wat zegt u tot slot? Nou, ik vind het een grote eer dat ik de spits mocht afbeten in dit programma. En ik wil u aanbevelen om op dezelfde weg door te gaan. Dit is goed werk. We worden in de picture gebracht. Ik mag niet klagen. Ik heb ook een ridderorde gehad. En ik ben daarmee tevreden. Wat ik wel vraag, is dat men respect heeft voor de Surinaamse kunstenaars. Want wat wij maken is echt niet minder dan wat in het buitenland wordt gemaakt. Ik heb op deze quattro gespeeld in Venezuela. En er was het was een heel groot ding hoor. En toen waren er gehandicapte mensen erbij. Die hadden dus opgetreden en wij zijn na hun gaan optreden. En toen we bij de lift kwamen om naar beneden te gaan, toen zag de dirigenten mij. De dirigenten is iemand die helemaal een soort spastische houding had. Zo met die quattro helemaal tegen haar gezicht aan, zo speelde ze. En die zei, hey, jij hebt op die quattro gespeeld. Ik zeg, ja, hoe kom je aan die quattro? Ik zeg, ik heb hem zelf gemaakt. Ze zegt, we hadden het allemaal erover. Het is een type Venezolaanse quattro. Maar dat geluid dat je voorbrengt uit dat ding. En toen was er een blinde vrouw bij. En die vrouw zei toen van, tot wie praat je? Toen zei ze, tot die meneer met die quattro. Ze zei, die quattro die zo raar klonk. Helemaal niet als van ons, maar het is toch een van ons. Toen zei ze, ja. Toen ze zei, breng me naar hem toe. Toen ze naar voor me komen staan. En ze zegt, pardon hoor. Moet me niet kwalijk nemen dat ik dit doe. En toen begon ze met mijn gezicht te spelen. Mijn voorhoofd. En toen zei ze, een sympathiek mens ben je. Dat is het mooiste wat iemand me ooit heeft gezegd, zo in het openbaar. En daarom zeg ik, we moeten die Surinamers die hiermee bezig zijn, moeten we stimuleren. Muziek is een van de beste dingen om kinderen af te houden van criminaliteit.
Want als je muziek maakt en je hebt geen zelfbeheersing, je hebt geen discipline, hoe ga je muziek maken? Je speelt in een groep en je wil je eigen maat spelen. Dus dat moet worden bevorderd. Dit moet doorgaan. Daarom ik ben straks ben ik 86 jaar oud. Ik kan niet alle tijden doorgaan. Ik probeer dus mensen op te leiden om het over te nemen. En we willen vooral ons richten op studenten. En tot zover deze eerste aflevering van Senioren Spiegel. De komende week zondag op 20 maart wordt dit programma, waarbij wij de gast hadden, de heer Ronald Brunings, herhaald. Vervolgens krijgt u de nieuwe aflevering op 27 maart met een andere seniorenburger. Geeft u ons uw feedback, u mag ons mailen info@limfmcu.com of u stuurt ons een sms of app 8781482. Seniorenspiegel, elke zondag om 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmcu.com. Het programma waarbij wij aandacht besteden aan gewezen, hardwerkende Surinamangs. Bedankt voor uw aandacht. Goedemorgen.